Kunnen vliegtuigen in de toekomst vliegen op zuiver water? Nee. Ja, tenzij een stoommachine een vliegtuig maakt. Dat is veel te zwaar. Lijkt mij. Je hebt wel waterstof, dat is explosief, dus dat kan wel. Even iets uit te praten. Probeer maar tegen ons uit te leggen. Oké. Stoommachine. Ja, een stoommachine is veel te zwaar, maar je kan wel waterstof hebben. En dat is explosief, dus dat kan wel. Maar ze vragen zuiver water, hè? Oh, zuiver. Dus wat je kan drinken. Nee, lijkt me niet. Nee. En waarom niet? Wat een reden? Omdat dat geen officiële brandstof is. Water kan niet verbranden. En in de toekomst ook niet, denk je? Nee. Oké, nou, vraag 2 dan. De luchthaven van Oslo wordt volledig verwarmd door bio-energie. Hoe groot is dat ding? Maar op zich, het kan wel. Doe als je genoeg koeien hebt, genoeg beesten. Koeien bij vluchten. Maar luchthaven is groot, hè? Lukt dat om dat hele ding? Schiphol was ook weer een weiland. Ja, oké, nee. Dus het kan wel. Maar het is best wel groot. Volledig, ja, staat er, hè? Als je genoeg scheid hebt, dan kan het wel. Voor zo'n heel ding? Ja, als je genoeg hebt. Ja, dus volgens jullie kan het wel? Ja. Nou, volgende vraag dan. Een auto gebruikt meer brandstof als de airco aanstaat. Maar nou, het is wel zo dat de motor eerst warm moet worden. Dat is het gewoon. Nee, van mij is het erg. Nee, dit is warm. Volgens mij wel. Maar het was niet logisch. Was de motor nee, maar dat gaat toch voor je accu of zoiets? Ja, dat gaat voor de accu. Ja, maar dan gebruik meer brandstof. De accu, dat wordt opgeladen als je rijdt. Dus dan gebruik je niet meer brandstof. Ja, maar als je rijdt gebruik je ook brandstof. Maar niet per se voor de airco. Ja, maar als de airco via de accu gaat, dan gebruik ik niet meer brandstof. Nee. Dus nee. Oké, nou volgende vraag dan. Ademen mensen die fietsen of hardlopen grote hoeveelheden CO2 uit? Nee. Nou, er zit wel... Volgens mij wel meer. CO2 is toch stikstof? Nee, dat is koolstofdioxide. Wat dan? Dat is dat prikken cola en zo, dat is CO2. Oh ja. Dus nee, dat lijkt me niet. Nee. Hebben we nog een vraag? Of? Ja. Nou, die dan? Als een bus hard draait, is hij sneller. Dus rijdt hij zuiniger. Nou, het optrekken kost heel veel brandstof. Ja, maar is dat als die al hard rijdt? Ja, maar het staat niet als die constant hard rijdt. Het kan zijn dat hij 100 km per uur gaat. En dan remt hij af in een seconde. En dan trekt hij op naar 100 km per uur. Dat kost meer brandstof dan gewoon 50 km per uur. Nee, maar... Als een bus hard rijdt. Nee, maar is dat niet dat hij constant hard rijdt? Ja, en als je er nou wel vanuit gaat? Dan rijdt hij zuiniger, denk ik. Dan trek je maar een keer. Nee, maar je hebt ook heel veel verkeerslichten en zo. Ja, dus dan verliest hij heel veel energie. Om ook weer optrekken en afremmen. Ja, oké. Dus wat is jullie antwoord? Hij rijdt niet zuiniger. Oké.